3.300 verschillende radiostations en meer dan 500 verschillende tv-stations hebt. Zoals je in andere landen een bedrijfje in, laat ik zeggen, speelgoed begint, zo begin je hier een radiostation. Daar heeft een slimme Nederlander, Ruud Kegel, pinter gebruik van gemaakt. Hij heeft een hooggelegen huis gezocht en gevonden, waar je een uitzicht hebt, een direct uitzicht, op een groot stuk van de Franse Côte d'Azur. En van hieruit bestraalt hij de Franse zuidkust, waar erg veel Nederlanders wonen. Tot aan Toulon, op 120 kilometer hier vandaan. Laat ik u nou eens precies mogen tonen hoe je in je eigen huis en in je eigen tuin een radiostation kunt beginnen. Dit zijn de antennes van Radio Nova Internationaal en die hebben 10.000 gulden gekost. Die zijn gewicht op de Franse zuidkust, maar speciaal ook op Monaco, waar Radio Nova erg veel luisteraars heeft. Radio Nova. Hier in deze vroegere slaapkamer, daar staat de zender van Radio Nova. Die gebruikt 100 kilowatt per dag en dat kost 35 gulden per dag aan elektriciteit. Met deze zender bereikt Radio Nova een gebied dat groot is, zoals de Nederlandse provincie Utrecht. Het enige probleem is dat de elektriciteit in Italië nogal schommelt. Ja, schommelt van 160 tot 240 volt. Maar ja, daar heeft Radio Nova mee leren leven. Radio Nova nieuws om 5 uur. Goedemiddag. Frankrijk. De ministerraad heeft een bedrag van 850 miljoen frank beschikbaar gesteld om de gevolgen van de enorme bosbranden die in Zuid-Frankrijk geheerst hebben ongedaan te maken. Er worden nieuwe vliegtuigen gekocht om het vuur te bestrijden en zullen soldaten speciaal worden opgeleid om het vuur te bestrijden. En dit is, in de vroegere badkamer, de studio van Radio Nova Internationaal. En dit is Ruud Kegel, 34 jaar oud. En in Nederland was hij artsenbezoeker, maar had een hobby. Op de zolder van zijn huis in Ettenleur had hij een illegale korte golfzender. Hij zond met een klein zendertje muziek uit en Engels nieuws. Dat kon je tot op 1500 kilometer horen en daar ontving hij 100 brieven per week op. Maar ja, dat mag niet in Nederland. Toch is het hem 2,5 jaar gelukt om dat te doen zonder gepakt te worden. Maar toen deed de politie een inval en zijn zendertje werd in beslag genomen. Toen heeft Ruud Kegel uitgezocht waar zoiets wel mag, in Italië. Daar is hij dus zijn eigen radiostation begonnen. Je schrijft de Italiaanse autoriteiten dat je een radiostation begint en daarmee is de zaak geregeld. Het slimme van Kegel is alleen dat hij zijn station vlak bij de Franse grens is begonnen, zodat hij het grootste gedeelte van de Côte d'Azur met al zijn buitenlanders tot zijn luistergebied heeft. 4:05 bij Radio Nova Internationaal. Dat was Connie van der Bos met Sjaki van der Hoek. Hoe lang zenden jullie per dag uit? Dat is van 's morgens 7 tot 's avonds 12. Maar vinden de Fransen dat nou niet vervelend? Want in Frankrijk mag dat helemaal niet. Dat vinden ze zeker vervelend, want we zijn erg populair in Frankrijk. Daarom storen ze af en toe wel eens het station. Dan moeten we iets van frequentie wijzigen. Dan is het probleem opgelost. En hoeveel reclame zenden jullie uit? Dat is momenteel ongeveer 2,5 minuut per uur. En wat kost dat? 2,50 gulden per seconde. Dat betekent dus dat je voor 37,5 gulden een spotje kunt huren van 15 seconden. En dan kan je laten omroepen. Bijvoorbeeld meneer Van Vliet uit Saint-Tropez zoekt voor halve dagen een goed ogend Nederlands meisje om hem te helpen in de huishouding, foto's te sturen enzovoort enzovoort. Dat kan dus? Dat is zeer zeker mogelijk. Maar hoeveel luisteraars hebben jullie nu? Dat is gemiddeld 1 miljoen luisteraars per week. En hoeveel reclame moeten jullie hebben om er een goede zaak van te kunnen maken? Voor een goede zaak 9 minuten per uur. En gaat dat lukken? Dat zal zeer zeker lukken. Radio Nova. Mevrouw van Leeuwenkamp uit Kanje is haar Afghaanse windhond kwijt. Hij is 4 jaar en luistert naar de naam Whisky. Tegen flinke beloning terug te zorgen bij mevrouw van Leeuwenkamp uit Kanje. Radio Nova. Wanneer u weer eens naar Hagelslag, Haagse hopjes of rookworst verlangt, dan kunt u dat allemaal vinden in het gezellige winkeltje van Maîtres Jacques. Die Maîtres Jacques van de Kabouters, die pindakaas en hagelslag verkopen aan Nederlanders met jeugdsentiment aan de Côte d'Azur, die hebben hier in het oude Antibes hun winkeltje. Uit Hoijmeijer, Maîtres Jacques, hoofd van de Kabouters, levert zo'n spotje over de pindakaas en de hagelslag nu iets op? Jazeker. Het is opvallend om te zien hoeveel mensen er onmiddellijk naar Nova zijn gaan luisteren hier. En als wij een jingle op Nova hebben, dan merken we echt dat de mensen 1 of 2 dagen later
in de winkel komen om pindakaas en hagelslag te kopen. Dus het succes van Nova is tevens het succes van de drop en de rookworsten uit Nederland? Onder andere. Maar luisteren jullie nu ook naar Radio Nova? Ja, staat de hele dag aan. Goedemiddag Nederlandse luisteraars aan de Côte d'Azur. Hier is Sylvia met het wekelijkse verzoekprogramma van Radio Nova. Het is mooi weer, dus ik heb mijn microfoon buiten gezet. Ik hoop dat het bij u ook lekker weer zal zijn. Hier is een brief van mevrouw van der Voort uit Nice en die vraagt voor haar moeder die 80 jaar wordt een plaatje aan. Het heet Yesterday When I Was Young van Aznavour. Van harte gefeliciteerd ook namens Radio Nova. Yesterday. To be sung, so many were with pleasures in store. U zendt per dag meer dan 15 uur muziek uit. Maar betaalt u daar nou auteursrechten voor? Nee, die betalen we niet. U bent dus eigenlijk helemaal vrij? Nee, jammer genoeg, dat ook niet. Sigarettenreclame, dat is bijvoorbeeld weer verboden in Italië. Daar is een hele leuke truc op. Je zendt namelijk wel sigarettenreclame uit. Dan krijg je een flink bedrag op binnen. Maar je hebt na verloop van tijd, een half jaar, misschien na 2 jaar natuurlijk in Italië, krijg je een boete, maar die is veel lager dan het geld dat je binnenkrijgt. Dus je houdt er flink aan over. En dat is wat we willen. Radio Nova. Het weerbericht van morgen. Aan de Côte d'Azur zal het mooi zonnig weer zijn. Praktisch geen wind en een gladde zee. Mooi weer dus om naar Radio Nova Internationaal te luisteren. Radio Nova. The music's just...